Deze beschouwing die gaat over mijn dochter en haar socialistische, feministische overtuiging. En wat moet je daar nou weer mee? Ja, ik wil niet zeuren. Ik had het aan kunnen zien komen. Punt 1. Ze is een vrouw. En vrouwen die... ja, die denken linkser. En punt 2. Ze is een... van... ja, ze is bijna 2 generaties voor mij. Ik had haar opa kunnen zijn. Ik ben 40 jaar ouder dan zij. Dus ja, En de jeugd is in de regel linkser dan de volwassenen. Ik was vroeger ook links. Nu ben ik erachter hoe dat hele linkse gebeuren in elkaar zit. En nu ben ik niet meer links. Ik ben ook niet rechts, by the way. Ik ben ervoor dat wij een lijstje zouden maken met wat een overheid nou moet doen. En dat we erop toe gaan zien dat de overheid ook dat doet wat ze moet doen. En als dat dus niet aan de orde is, dan... ja, dan gaan wij, dan doen wij de hand op de knip. Dan gaan we uiteindelijk ook niet meer belasting betalen. Dan gaan wij zeggen van nou, dan het geld wat we aan belasting zouden moeten betalen, dat reserveren we, dat storten we op een G-rekening, een geblokkeerde rekening. En die rekening die komt toe, die vervalt dan naar de overheid toe, als de overheid de primaire taken heeft verricht. En een primaire taak van de overheid is het oppakken en voor het gerecht brengen van misdadigers. Dat is een van de belangrijkste taken van de overheid. En dat doen ze niet. Als ik in het Nederland zijn er in totaal iets van, ik dacht iets van 6.000 zaken aangaande seksueel kindermisbruik, meldingen en zo. Hè? En die zijn niet of nauwelijks uitgezocht. En ik zag nu laatst zag ik een enquête op internet, waarbij een fundraising, hoe noem je dat? Ja, ze wilden geld. En dat geld, dat wilden ze hebben om een rechtszaak aan te gaan spannen aangaande seksueel kindermisbruik. Ik vind dat dat dus niet hoort. Ik vind dat nou typisch iets dat moet uit de algemene middelen betaald worden. En niet dat mensen daarvoor gaan moeten collecteren. Want als dat geld niet bij elkaar komt, dan gebeurt er dus niks en gaan die misdadigers vrij uit. En de primaire taak van de overheid is dat misdadigers niet vrij uitgaan. En dat de overheid overtuigend alles heeft gedaan wat in haar vermogen ligt om te voorkomen dat ze vrij uitgaan. Ik bedoel, er zal er natuurlijk altijd een misdadiger zijn die de trein naar incognatiestan heeft gepakt. En die kunnen ze niet meer vinden. Ik bedoel, ja. Dat is voorstelbaar. Maar neem de secretaris-generaal van Justitie, die in 2013, dacht ik, kort geleden, een paar jaar terug, heeft die man pensioen gekregen. En die heeft nog een afscheidsreceptie gehad.
Die man die heeft achter gesloten deuren aan journalisten van de Panorama en de Gaykrant toegegeven dat hij graag seks had met jonge homo's en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Daar is niets mee gedaan. En hij was hoofd van Justitie en Veiligheid. De hoogste ambtenaar, secretaris-generaal. En het aantal beschuldigingen dat die man van deze en gene naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen, dat is aanzienlijk hoor. En in Turkije is die geweest. Joris Demmink heb ik het over. Hè? Hij was in Turkije en hij was in Bodrum of Marmaris. Dat is in ieder geval waar die Turkse Riviera is. Hè? En daar was hij in het huis, het landgoed van een hele rijke kerel. En de buren die hadden pistoolschoten gehoord en die hadden de politie gebeld. Dus de politie gekomen en toen bleken daar jonge jongetjes in de ronde te lopen in, nou ja. Het waren niet de jongetjes van de buren die er toevallig ook waren voor de barbecue. Dat waren jongens die betaald werden voor hun diensten. Seksuele diensten. En dan mag je 10 keer brullen dat het legaal is in Turkije. Ik weet niet hoe de Turkse wet is op dat terrein. Maar het is niet legaal in Nederland. En ik wil dat absoluut niet. Ik vind een overheid waarbij je een secretaris-generaal van justitie hebt die zich dan op een feestje is waar jonge jongetjes zich prostitueren. En dat de politie ook niet moet komen, want er zijn pistoolschoten gehoord. Nou, zo'n vent wil je niet als secretaris-generaal van justitie. Dat is dus een overheid die de primaire taak niet uitvoert. En dan heb je mijn dochter dan. Hè, die denkt dan dus aan de maatschappelijke kant van de overheid. Dat de overheid ervoor moet zorgen dat .... Hè. Ja, en ik vind van niet. Punt. Ik vind dat de overheid op dat maatschappelijke terrein, ja, daar kan ze zijdelings zich mee bemoeien, maar ik vind geen taak van de overheid. Ik vind dat een samenleving moet zorgen voor de zwakkeren. En dat kan ook heel goed. Dus in Amerika hebben we dat bewezen. In die eerste dagen voordat Amerika katholiek werd. En dat is ja, niet op een bepaald moment gebeurd, maar zeg maar in 1776, toen met het opstellen van die grondwet. Ja, toen was het katholicisme daar echt grote stappen aan het zetten. En ja, en toen in 1865 katholieken de Amerikaanse president hebben vermoord. Nou, dan kan je wel zeggen, toen hadden de katholieken alles in handen. Ja. Ja, Perry, wat zeg je nou? Hebben de katholieken de Amerikaanse president vermoord? Nee, de katholieken hebben meerdere Amerikaanse presidenten vermoord. Niet één, een stuk of 6 of zo. Ja. Maar voordat die katholieken in Amerika daar vrij spel krijgen, was Amerika een hele sociale samenleving. Waarbij de overheid, die deed alleen maar overheidsdingen. Vrouwen hadden ook helemaal geen behoefte om te gaan stemmen. Waarom zou ze dat doen? De overheid die hield zich bezig met dingen als het aanleggen van een weg, het plannen van een spoorlijn.
Nou, rechtspraak. Gevangeniswezen. Dat laatste trouwens, dat zou ik ook niet eigenlijk bij de overheid willen hebben. Dat zou ik willen onderbrengen bij... Ja, ik wil eigenlijk twee overheden. Ik wil een overheid waar je op je kan stemmen. We willen dit, we willen dat. En ik wil dingen als het gevangeniswezen. Ja, daar hoef je niet voor te stemmen. Dat kan maar op één manier namelijk. En dat zou ik onderdeel willen laten zijn van... Nou, ik zou zeggen, van de vrouwen. Van de staat van de mannen. Ja, zo denk ik dan. Dat is wel heel extreem. En ik weet het nog niet precies wat ik nou eigenlijk wel wil. En... Maar ik heb nog wel even. Ik ben nog niet dood. En het maakt ook niet uit wat ik wil. Want wat ik wil ga ik toch niet krijgen. Want wij leven hier in Nederland in een links-communistisch land. Ja, communistisch land moet je zeggen. Amerika is ook communistisch. De overheid bemoeit zich overal mee. En communisme en fascisme, daar zit weinig verschil tussen. Dat is hetzelfde. En die democratie die wij hier hebben, dat is ook hetzelfde. Want het maakt niet uit of je D66 stemt, of VVD, of PvdA, of GroenLinks. De Joint Strike Fighter, die krijg je toch. De Europese Unie, natuurlijk krijg je die. Maar dat is communisme. Dus, communisme is dat een kleine groep mensen achter de schermen, onzichtbaar voor iedereen, is die kleine groep mensen totaal de baas. Dat is communisme. Dat is een oligarchie. En die kleine groep mensen die staat onder aansturing van de paus. Zo is dat. En in Amerika hebben ze het serieus geprobeerd om die paus buiten de deur te houden, maar dat is er niet gelukt. Het katholicisme was verboden in Amerika. En als je... Nou ja, je kan het niet echt verbieden dat iemand een katholieke mis houdt, maar je mocht niet op straat posters ophangen van komende zondag is het mis. Nee. Je mocht het niet. Je mocht er geen reclame voor maken. En er was één staat. Dat was Marialand. Hoe treffend. Virginia. Maagden. Maagdenrijk of zo. Een virgin is een maagde. Nou, daar waren dan katholieken. Daar mocht je katholiek zijn. Maar als je in een andere staat woonde en men wist dat jij van de katholieke kerk was, nou, dan konden ze natuurlijk niet verbieden, zo waren ze dan ook niet. Maar je kreeg geen baantje bij de overheid. Je kon geen ambtenaar worden. En terecht, vind ik. Want, kijk, een katholiek die heeft maar één leider en dat is de Heilige Vader. En daar staat alles onder. En de Heilige Vader, dat is een politiek orgaan. Als Vaticaanstad kan je zeggen, ja, er zijn hele onschuldige mensen. Die zitten een beetje een dienstje te houden. En die zingen een liedje en dan doen een gebed en dan is het klaar. Dat is niet zo. De paus is een politieke organisatie. Is de aanstuurder van een politieke organisatie. En de vraag is hoe machtig de paus is, want Johannes Paulus de Eerste, die hebben ze in 78 of zo, hè? Was dat 79, die hebben ze omgelegd. Dus ze leggen dus niet alleen Amerikaanse presidenten om, nee, dat doen ze ook onder de eigen gelederen. Bijvoorbeeld met de paus Johannes Paulus de Eerste. Maar er zijn meer pausen geweest hoor, die het loodje hebben gelegd. Omdat ze toch niet zo goed bevielen. Ja, mijn dochter, we kregen het erover. Oh ja, want ik had een filmpje
Er staat de Prison Planet. En dan is er een meisje, een jonge vrouw, die staat op een campus. En die heeft een bordje en daarop staat Black Lives Matter. En daar houdt ze dan een betoog bij. En dan is er een jongen en die gaat naast haar staan. En die houdt ook een bordje voor zijn buik. Of voor zijn borst. En daarop staat All Lives Matter. En het meisje kijkt ze eerst naar hem van... waarom ga je naast me staan? Zie je niet dat ik aan het praten ben? Maar ja, het is op de campus en je mag overal staan. Hè? Natuurlijk mag je daarnaast gaan staan, wat is dat nou? Die jongen zei verder niks hoor. Hij had alleen maar een bordje met All Lives Matter. En het meisje gaat eerst een paar opmerkingen tegen hem maken. Van nou zeg, wat heb je hier te doen? En zie je niet dat ik bezig ben? En dan wil ze weten wat er op dat bordje staat. En dan ziet ze wat er op dat bordje staat. En dan rukt ze dat bordje uit die jongens handen. Dan smijt ze weg. En dan begint ze tegen te schelden, jongen. Oh nee, ze gaat hem ook nog slaan met dat bordje. Pats, pats. Maar de klein meisje tegen zijn hele grote jongen. En die jongen, joh, die laat het punt maar. Ja, die stond er een beetje bij van, kijk, daar gaan ze weer eens. Ik vind het zo'n wangedrag, hè, van zo'n jonge vrouw. Het is niet echt dat je denkt van, jeetje, wat heeft zo iemand de boel goed in de gaten. Snap je? Nee, gewoon een beetje gaan lopen schelden. En fysiek dreigend gedrag. Ja, die jongen moest zijn armen omhoog houden om zich om zijn hoofd te beschermen tegen de klappen. Hij heeft niks teruggedaan hoor. Maar zij ging wild op die jongen. Ja, dat slaat nergens op. En ik liet dat zien aan mijn dochter. Want wat dat meisje deed, die jonge vrouw, dat is nou typisch dat gedrag van links. Die mensen die hebben zichzelf niet in de hand, joh. En mijn dochter die ziet dat en die ziet dat die jonge vrouw helemaal uit het dak gaat. En die neemt het gelijk op voor die jonge vrouw, hè. Ongelooflijk. Wat een onzin. Ja, toch? En zij zei, ja, nou, die negers, die hebben het hartstikke zwaar in Amerika. En iemand moet wat voor ze doen. Dat was eigenlijk waar mijn dochter het over had. Hè? Dus Black Lives Matter. Die negers moeten geholpen worden. Want die zijn zielig. Ja. Ja, ik vind dat als je geholpen moet worden, dat je dan per definitie zielig bent. En dat je zielig bent, betekent niet dat je geholpen moet worden. Waarom? En ik zei tegen haar dat onder de zwarte mensen in Amerika is enorm veel criminaliteit en drank- en drugsmisbruik. En 90% van de kinderen groeit op zonder vader. En kinderen die opgroeien zonder vader, daarvan is vastgesteld dat de jonge mannen, de jongetjes, de mannen ervan, die vervallen eerder tot misdrijven, drankmisbruik en middelenmisbruik. En de meisjes die vervallen eerder tot promiscu gedrag. Wat zoveel inhoudt is dat ze met Jan en alle man naar bed gaan. En dat leidt weer tot nieuwe kinderen van een alleenstaande moeder.
Ja, maar het is toch heel zielig. Zeg, wat nou zielig? Ja, zeg, mijn dochter... ik haalde dus een voorbeeld aan van een negroïde iemand die zat te zeuren op de talk radio bij Jesse Lee Peterson. Van ja, en dat ik zoveel drugs gebruik. Ja, je moet ook eens kijken naar het feit dat ik er heel makkelijk aan kan komen. En dan had daar wat aan moeten gebeuren. Dan zei ik tegen mijn dochter van ja, hallo. Ik ben maart dit jaar ben ik gekapt met elke dag alcoholfeest te vieren. En nou, ik kom niet elke dag bij de Albert Heijn, maar zeg maar toch wel 3 keer in de week kom ik daar. 4 keer in de week. Zeg maar 3 keer in de week ben ik daar en dan loop ik vrijwel altijd langs het rek waar mijn bier staat. En dat staat er nog steeds. En het is nog steeds maar een euro. En ik kan het makkelijk betalen. Niemand houdt me tegen om 5 van die halve liters in mijn rugzak te stoppen. Niemand. Ja, ik kan het toch ook heel makkelijk aankomen. En dat doe ik toch ook niet. En dan zei mijn dochter zo, ja, maar jij kan dat. Dat is wel heel bijzonder. Dan denk ik, nou, dat is wel aardig dat je dat zegt. Dat vind ik wel aardig dat je dat zegt. Ik vind het wel leuk dat je het opmerkt. Maar dat is in deze natuurlijk niet van belang. Van belang is dat het feit dat dat spul te verkrijgen is, dat is niet de factor die bepaalt of je drugs gebruikt of niet. De factor of je drugs gebruikt is niet of het te verkrijgen is. De factor of je drugs gebruikt is of je drugs gebruikt. En als je drugs gebruikt, ja, dan moet je niet denken dat de maatschappij op jou zit te wachten. Hoor. Dat is niet echt bevorderlijk voor je arbeidsethiek, ethos. Ja, verhoogt dat de kans op een baan? Nee, natuurlijk niet. Het verlaagt de kans op een baan. Nou, dan ga je. En dan moeten wij die mensen gaan helpen omdat ze zo zielig zijn? Nee, ga weg. We moeten ze helemaal niet helpen. En ik had vlak voordat mijn dochter kwam, werd er bij mij aangebeld een jonge jongen en die wilde ze collecteren voor, tegen de honger, kinderen met honger of zo. Ik zei, oh, kinderen met honger in Nederland? Nee, in Afrika. Ik zei, goh, hebben ze nou alweer honger in Afrika? Ik zei, ik hoor niet anders. Kijk, in de jaren 70, toen ik ging studeren in Wageningen, was ontwikkelingshulp een hot item. En heel veel mensen, ik had er 3, 4 mensen in mijn directe omgeving. En die stonden allemaal in de startblokken om naar het zuiden af te reizen. En daar met educatie en zo de bevolking te gaan redden. En ik vond dat heel nobel. Ik was toen links. Maar nu zijn wij 50 jaar verder. Ongeveer, nou iets minder, 40 jaar verder. En wat is er verbeterd in die regio's? Helemaal niks. Wat we hebben meegemaakt sinds die tijd is dat in Rhodesië, daar heeft de leider Robert Mugabe, een negroïde man, die heeft de blanke boeren onteigend
En hun boerderijen, die de blanke boeren hadden opgebouwd met hun eigen handen. Al die productiemiddelen. En dat land dus. Heeft hij gegeven aan negro-witte mensen. De negro-witte mensen hebben die boerderijen verwaarloosd. En die agrarische sector van Zimbabwe, die stelt momenteel geen reet meer voor. Zimbabwe is dan de nieuwe naam van Rhodesië. Maar Rhodesië was een netto-exporteur van landbouwproducten. En nu kunnen de boeren van voormalig Rhodesië, de negroïde boeren, niet eens genoeg verbouwen om het eigen volk van voedsel te voorzien. En moeten ze, ja, zijn ze afhankelijk van het buitenland voor voeding. En dat zeg ik niet dat komt door het ras. Want ik vind niet echt dat je bij mensen kan spreken van rassen. En we zijn allemaal gelijk. In die zin. Maar het is een cultuur. En een cultuur, die kan je wel. Ja, natuurlijk kan een cultuur veranderen. Maar dat moeten de mensen van die cultuur wel willen. En ik zie die wil niet. Ik heb het idee dat die mensen in Rhodesië, dus wat nu Zimbabwe heet, dat die het allemaal wel best vinden. Ik vind het wel best. Ja. Door in 1985 had je een hongersnood in Ethiopië. En iets van 40 miljoen mensen die dreigden te gaan verhongeren. En toen is die serie gestart, een serie concerten. Ja, er was een concert in Engeland, in het tennisstadion, Wimbledon. En een concert ergens in Amerika. Hele beroemde muzikanten deden mee. Nou, inmiddels in die regio dreigt er weer een hongersnood. En nu zijn wij 35 jaar verder. Nou, er dreigt dus weer een hongersnood. Maar het is er gelukt, die mensen in Ethiopië, om het bevolkingsaantal keer 2,5 te maken. Wauw. Kijk, de bevolkingsaantallen van de westerse mens, die nemen alleen maar af. En daar hebben ze een behoorlijke groeispurt gemaakt. En ze hebben niet goed samengewerkt om vervolgens te voorkomen dat er weer een hongersnood uit zou breken. Niet. Daar hebben ze niks aan gedaan. Ja, en wat moeten wij dan? Al die mensen uit Ethiopië weer te eten gaan geven? Het ontwikkelingshulpwerk wat we daar gedaan hebben, daar heeft helemaal niks opgeleverd. Het is een kwestie van mentaliteit. Het is een cultuur. Als je het hebt over een milieu, hè? Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa en het op 3 na dichtstbevolkte land ter wereld. Wij zijn, ondanks het feit dat wij zo dicht bevolkt zijn, zijn wij exporteur van landbouwproducten. En veeteelt, landbouw- en veeteeltproducten. Ik weet nog dat ik in Bretagne op vakantie was.
En bij de groenteafdeling lagen daar Hollandse champignons. Waarop ik dacht van ja, dat gaan we niet eten hoor. Nou, hebben we wel gegeten, maar... Maar ik vond het eigenlijk een beetje saai. Ja, je bent op vakantie, dan wil je toch iets eten uit het vakantieland. Eieren. Wij exporteren eieren bij de fleet. En als je dan kijkt naar ons land, dan is dat schoon, joh. Echt, we hebben een heel schoon, opgeruimd land. Ik ken iemand, die komt uit Marokko. Die is opgegroeid in Casablanca. En die zit nu hier in Nederland met een uitkering. De Nederlander uit te hangen. Hij kan nog niet zo goed Nederlands, maar ja, hij is ook pas 30 jaar hier. Hij is wel een aardige man hoor. Ja, wat doet die man hier? Hij heeft een hele woning voor zichzelf. Een voortuin, achtertuin. En een uitkering. En die was op vakantie geweest naar Casablanca, waar hij vandaan kwam. En hij zei, ik ben zo blij dat ik weer hier ben. Hij zei, het is daar zo vies. Het vuilnis, dat ligt. Elke dag zetten mensen vuilnis op straat. Dat maakt ze niet uit. Wanneer de overheid langskomt om het op te ruimen, dat zien we dan wel weer. We zetten het vuilnis gewoon op straat. En daar zitten ook dingen bij en die gaan rotten en stinken. En dat trekt weer ratten aan en andere ongedierte. En de lucht is enorm verontreinigd. Dus mijn vriend die had gedoucht, die had schone kleren aangetrokken en die was naar buiten gegaan. Die zat op het terrasje. En nou, het zonnetje scheen en hij pakt zo'n parfum tissue doekje, eau de cologne doekje, om zijn voorhoofd af te nemen. En dat doekje was gelijk keigrijs. Hij had net gedoucht. In 1,5-2 uur tijd zat zijn huid al onder het fijnstof. Dan zitten ze hier in Nederland over te zeuren. Hè? Van fijnstof dit en fijnstof dat. Ja, dan moet je in Casablanca's over gaan zeuren. Die Casablancanezen die lachen je uit. Ja, daar zou je moeten zeggen dat als er een hoge luchtdrukgebied is, dan mogen er geen brommetjes meer rijden. Ja, ze zien je aankomen dan. Je luistert helemaal niet. Dus wij doen het hier hartstikke goed. En dan gaan we hier op Facebook tegen elkaar lopen vertellen. Ja, nou, milieuvervuiling dit, milieuvervuiling dat. Ja, milieuvervuiling in het buitenland. Het enige wat Nederland dan produceert, vrij veel relatief, gezien het aantal vierkante kilometers, dat zijn dingen zoals CO2 en NO2. Maar ga je weer kijken naar de uitstoot NO2, CO2 per Nederlander, per inwoner, dan valt er weer reuze mee. Wij zijn heel keurig wat het milieu betreft. We zijn hele nette mensen en we geven heel veel aan andere mensen. Giro 555. En mijn dochter die wil dan ja dat die negers geholpen worden, want die zijn zo zielig. Ja. En ik vind eigenlijk dat we ze genoeg geholpen hebben. Ik zou niet weten wat je voor die mensen moet doen. Echt niet. Tegen die jongen die hier kwam collecteren, zei ik tegen me, nou, misschien dat je die mensen een Bijbel in de handen moet drukken. Dan begrijpt die Bijbel.
Snap dat je leeft in de schepping van de schepper. En dat je daar respectvol met die schepping om moet gaan. Uit respect voor de schepper. En die aarde is niet voor jou om te vervuilen. En in zo'n land als Ethiopië, ik neem aan dat die hongersnoden, dat die ontstaan doordat ze niet een waterbuffer hebben. Ja, werk daar dan aan. Want het regent daar genoeg, hoor. Ja, en dan komt er in een korte tijd een ongelofelijke bak water omlaag. Ja, en als je dan geen bassins hebt. Ja, dan is dat water zo weer verdampt, hè. En in een land als Ethiopië, daar heb je arbeidskrachten genoeg. Dus een aantal mannen, allemaal een schep en dan gaan we graven. Dan van die hele grote diepe bassins maken. En dan moet je dan iets van beton hebben om een wand te maken. En wij kunnen ze er best wel mee helpen. Maar het lijkt me wel dat het initiatief moet komen van die mensen. Die mensen moeten het snappen. Maar ook daar in Ethiopië zie je een hele losse seksuele moraal. Veel buitenechtelijke kinderen. Kinderen zonder vader. Dat is bijna standaard daar. De moeder die zorgt wel voor de opvoeding. En dat kan helemaal niet. Je moet een vader en een moeder hebben. En die vader die moet moreel zijn. Die moet godvrezend zijn, zoals dat heet. En al die goed bedoelde hulp van ons, die heeft geen biet opgeleverd. Maar probeer dat maar eens aan je socialistisch-communistische kind duidelijk te maken. Dat wil er niet in, joh. En ze zei ook van ja, negroïde mensen in Amerika, die worden ontzettend gediscrimineerd. Ja, ik weet dat dat niet zo is. Ja, ze zei, maar dat zie ik dan op Instagram en blablabla. Ik zei nou, kom maar met je bronnen. Je kan het wel zo lopen te roepen, maar wat is er dan echt aan de hand? Ja, toch? Nou, dat zou ze doen. Ze zal dan de komende tijd in de gaten houden en dan met die racistische incidenten mij imponeren. Nou, dat lijkt me dan wel een goede afspraak. Ik sta open voor de discussie. Maar dat er iets aan de hand is, dat blanken daar iets heel vervelends doen richting negroïde mensen daar in Amerika. Dat wilde bij mij niet in. Het is al te makkelijk van die mensen om aan de ene kant hun kinderen niet te begeleiden met naar school te gaan en zelf. Je over te geven aan de meest belachelijke dingen. Kinderen zonder vader, dat is het bijvoorbeeld. Maar een beetje erop los te leven. En dan zijn ze maatschappelijk minder succesvol. En dan gaan ze lopen janken van, ja, dat komt door de discriminatie. Nee, zeg ik, dat komt niet aan de discriminatie. Dat komt omdat je je zaakjes niet goed voor elkaar hebt. Je had helemaal geen kinderen mogen krijgen met een maloot die aan de crystal meth zit. Meth.
Dat gebeurt onder blanken ook. Alleen onder de zwarte bevolking van Amerika gebeurt het veel meer. En mijn dochter die luistert dan naar zwarte vrouwelijke muzici, zangeressen, componisten. Nou, ik had haar expliciet gevraagd, dan doen we eens een paar van die namen, dan ga ik ze op YouTube kijken, dan weet ik een beetje wat jij luistert, hè. En dan die teksten, joh, ongelooflijk. Ongelooflijk gericht op drugsgebruik. En seks. Ja, wat slaat het op? Heb je er echt niks anders om over te zingen? En dat haalde ik dus ook aan. Hè? Ja, zo haalt de zwarte mens, de negroïde mens in Amerika, ja, die haalt de boel niet uit het diepe dal. Door dit soort artiesten de hemel in te gaan prijzen, waarbij de vrouwen alleen maar zingen over neuken met Jan en alle man. En er was zelfs zo'n eentje en die had dan een nummer gewijd, waarin ze zei van, ik pik het vriendje af van iedere vrouw. Dat is helemaal even fraai. Het is al promiscu toestanden. Maar dat er ook nog eventjes bovenop. Dat je de partner pakt van iemand die daar een vaste relatie mee heeft. Er zijn mijn dochter die zei erop, ja nou, maar dat nummer gaat niet echt over seks. Dat is niet echt het motto of onderwerp van het nummer. Nee. Nee, maar we zingen het wel, hè. In het refrein. Ik en mijn kleine tieten, ik pik jou... ik pik je vriendje af. Daar ging het om, ja. Dus zij zong het dan tegen andere vrouwen. En je kan al vinden dat ik kleine tieten heb, maar... ik pik je vriendje zo in, hoor. Ik denk, ja, daar zijn de negers in Amerika mee bezig. Maar ze zouden eigenlijk bezig moeten zijn met hun neus in de boeken. Zorg ervoor dat ik een diploma krijg. Ja, toch? Maar goed, mijn dochter die gaat dan op zoek naar voorbeelden van... het achterstellen van negroïde Amerikanen... middels racistische toestanden. Oh, oké. Ik ga natuurlijk dat ook doen, maar dat... Ja, ik ga ook op zoek naar racistische dingen in Amerika. En de racistische dingen die ik tegenkom... dat kan komen doordat ik alleen maar op bepaalde media kijk. Hè? Dus Prison Planet van Alex Jones. Dat is er eentje die... Dat is denk ik wel een van de belangrijkste die ik bekijk. Ja, daar wordt ook veel melding gemaakt van racisme. Maar dat racisme is alleen maar tegen blanken. Dus de volgende keer dat ze komt, dan heb ik denk ik wel, dat is over 2 weken... dan heb ik denk ik wel een serie linkjes voor haar. En dat is dan toch de tip, hè? Blijf in discussie. Ik denk dat dat moet. Dat je de communicatielijnen open houdt. In principe ben ik bereid om mijn mening te herzien... als mijn dochter komt met pakkende, treffende voorbeelden van... racisme naar negroïde mensen toe. Maar ik ken er eentje, dat ging om een alleenstaande moeder. En die belde dan met Jesse Lee Peterson. Zo'n radio-presentator. En die zat te zeuren, joh.
En Jesse Lee Peterson, zelf een negroïde iemand, die trekt er echt helemaal niks van aan. Dat is ook degene die met name zegt van de negers in Amerika, die moeten niet zeuren, die moeten een schoolopleiding afmaken. En ze moeten een baan nemen. En ze moeten zich houden aan de inhoud van de Bijbel. En als ze dat doen, nou, dan kunnen we nog eens gaan praten. Maar tot die tijd niet. Nou, en die vrouw die zat echt, oh man, ik word afgeknepen, gediscrimineerd. En haar ding was dan dat de negroïde mensen geen of minder kans hebben om van de bank een lening te krijgen. Voor een business, voor een onderneming. Nou, en toen belde er iemand op en die heeft dus gewerkt bij een bank, of die werkte bij een bank. En die zei dat in zijn bankbedrijf, dus company-wide, dan, hij werkte hem niet bij, het ging niet om het kantoor waar hij werkte, maar hij werkte maar voor de ABN AMRO. Hè? En hij zit dan op kantoor Virginia of zo. Maar vanuit het hoofdkantoor was er een verordening opgesteld dat ze hadden gezegd dat zoveel procent van de leningen verstrekt moest worden aan negroïde mensen. Want dat was beduidend minder. Ja, zeg maar 10% van de bevolking was negroïde. En maar 1% van de leningen was aan negroïde ondernemers. Nou, en het hoofdkantoor had gezegd van, ja, hier moeten we mee oppassen, want straks krijgen we gesodemieter. Dus het personeel werd, ja, we moeten zeggen, gestimuleerd, een beetje geport, om die mensen, met name die mensen, milder tegemoet te treden in het verstrekken van een lening. En die man zei dus dat hij dat ter harte had genomen en zijn uiterste best had gedaan om het percentage leningen dat verstrekt werd aan negroïde mensen omhoog te krijgen. Maar zei hij, makkelijk is dat niet. Want het is wel de bedoeling dat het geld een keertje terugkomt. En dan moet er toch iets van een garantie zijn. Nou, en dan werden dus die, ja, de grenzen, die werden verlegd. En dus als je een Latino was en je wilde geld hebben om een bonenrestaurant, zeg maar wat, hoor, enchiladas en tacos of zo te beginnen. Nou, dan moest je minimaal voldoen aan la 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 la. Maar was je een negroïde iemand, dan had je niet zulke strenge eisen. En dat hadden ze ingevoerd om maar te komen aan die eis van het hoofdkantoor. Tja. En die negroïde vrouw, die alleenstaande moeder, die hoorde dat verhaal aan en die zei vervolgens, ja ja, ben jij soms een racist? Ja. Nee, hij is geen racist, hij was een bankmedewerker. Die de opdracht van het hoofdkantoor serieus nam. En die dus daar misschien niet helemaal in lukte om het helemaal gelijk te krijgen, omdat die negroïde mensen, ja, niet zo lekker scoren. Dat heet een credit score. Dus ze zitten niet goed in de credit score. En dan maar de regels verruimen voor de negroïde mensen om te komen aan het quota. En dan word je vervolgens uitgemaakt voor een racist. Ja, wat slaat dat op?
Dus misschien dat ik de komende tijd, dagen, weer regelmatig even ga luisteren naar Jesse Lee Peterson. Om te kijken of ik er weer een leuk in kan vinden. En op Prison Planet zal ik mijn ogen en oren extra open houden. En over 2 weken weer verder met haar kletsen. Maar het is moeilijk. Als mensen een overtuiging hebben, dan zijn ze daar niet zomaar van af te brengen. Zelfs al heb je het gelijk aan jouw kant, en dat heb ik, dan nog zijn ze niet makkelijk van hun overtuiging af te brengen. En zelfs al heb je de feiten aan je kant, en die heb ik, en zelfs dan zijn ze niet gemakkelijk van hun overtuiging af te helpen. Dat is best. Ja, dat hoort bij de mens. De mens is nu een keer zo. En aan de andere kant, we hebben het maar over Amerika en over. Over politiek en. Kijk, wij doen natuurlijk niets op dat terrein. Mijn dochter die stemt dan wel en die stemt GroenLinks. Dat heeft ze laatst gestemd. Misschien nu nog steeds. Ja, ik stem helemaal niet. Ik vind dat beneden mijn waardigheid. Ik laat mij niet verlagen om als een of andere slaaf te mogen kiezen of dat je in je bips gepakt wordt door de ene partij of dat je in de bips gepakt wordt door de andere partij. Nee. Wil je klap op je bek of wil je dat ik je aan je ballen trek? Nou, ik wil het liefst klap op mijn bek. Oké, bang. Nee, ik vind het schandalig. Het Nederlandse politieke systeem, maar dat vind ik van alle politieke systemen. Het is mensonterend. Mensonterend. Dat is wat ik ervan vind. En ik wil dat op een bepaalde manier toch aan mijn dochter meegeven. Dat zij, al is het dan alleen maar dat ze op latere leeftijd denkt van ja. Maar en dan moet ik er wel weer aan denken dat mijn vader, die vond het destijds mensonterend. Ja, als ik dood ben of zo. Hè. Ik ben 40 jaar ouder dan mijn dochter, dus. Als ik 80 word, dat zou zomaar kunnen hoor, dat ik 80 word. Maar stel ik word 80, dan ben ik de pijp uit. Ja, dan is zij 40. Heeft zij nog een heel leven voor haar. En als ze dan nog aan mij denkt, en dat ze dan denkt aan mij als iemand die ze op een rijtje had en die een goede maatschappelijke beschouwing heeft. Dat ze dan zich ook nog herinnert wat ik vond en wat mijn overtuiging was. Nou, dan zou ik daar hartstikke blij mee zijn, hoor. Dat is voor mij dan genoeg, snap je? Dat zou een mooie vervulling zijn voor mijn leven. Het respect van je kind voor jou. Hè? Nou, dat kan je denk ik wel begrijpen, toch? Als mens. Hè? Dat is niet zo raar gezegd, toch? Hè? Nee, wel leuk. En hebben we dan zo'n hele discussie en. En is het op alle fronten een beetje niet met me eens. En dan springt ze echt van de hak op de tak. Dat merk ik dan. Hè? Ja, je hoeft mij niet voor de gek te houden. Ik weet precies wanneer iemand zich te buiten gaat in taalgebruik. Ook al heeft een ander dat niet in de gaten. Ik hoor wel al die wisselingen van dingen. Ik denk, ja.
ik heb gelijk en jij probeert er onderuit te komen. Maar het is mijn kind. En... Ach, joh, kom op. Moet je niet te moeilijk over doen. Dat is wat ik vind, hè. Dan bekijk het een beetje relaxed. Ze is in feite ook nog jong. Dat heb ik net al gezegd. Als je 19 bent, 20 bent, weet je niet veel van de wereld. Moet je toch eerst wat ouder worden. En die tijd, die heeft ze toch. En die mag ze ook gebruiken. Er is geen haast in die zin. Ze begon ze er ook over. En ja, zei ze, het was iets van... Dan had ze het over vrouwenstemrecht. Ik had iets gezegd, ik weet niet meer wat. Dan zei ze, nou, dat vind ik net zo belachelijk... als vrouwen die tegen het vrouwenstemrecht zijn. En ik tegelijk overheen, hè. Maar ja, het vrouwenstemrecht... dat heeft geleid tot een stijging van belastingdruk. Nou, zei ze, wat is daar nou het probleem mee? Ik zei, nou, de overheid is niet per definitie de instantie die het beste omgaat met het geld wat ze krijgt. De individuele mens daarentegen is daar veel beter in. En daarom is een stijging van de belastingen. En dat houdt dus in dat de individuele mens minder kan uitgeven. En dat de overheid dan dat geld allemaal krijgt en die kan dat niet zo efficiënt uitgeven. Dus het is geldverspilling. De belasting moet je wel heffen, er moet wel belasting zijn. Maar die mag niet te hoog zijn. En als door het vrouwenstemrecht de belastingen aanzienlijk gaan stijgen zijn gegaan, en dat is zo, dat is bekend. Ja, daar zit niemand op te wachten. Er was dus geen andere factor dan vrouwenstemrecht. Ja, dat betekent dat het stemrecht geven aan vrouwen... dat dus een hele dure grap is geweest. Nou, daar wist mijn dochter niet echt iets op te zeggen. Dus daar gaan we dan een andere keer nog maar eens over hebben. Maar ik vind het wel leuk. Eigenlijk zou ik het met mijn dochter ook over hele serieuze dingen moeten hebben. Over de traumatische dingen van haar jeugd en hoe het daarmee is. En... Ja. Maar dat is al een wissel zwaar. Hè? Beter kletsen we dan maar een beetje over zielige negroïde mensen... die we verder persoonlijk niet kennen. We praten in elk geval. En ik had lekker gekookt. En ze vond het heel lekker. En ze heeft het echt opgesmikkeld. En mij een heel welgemeend compliment gegeven. Want dit was echt heel erg lekker. En denk ik, goed zo. En de rest komt later wel. Ja, toch? Ja? Nou dan. En op zijn hamburgers... Zeg ik dan tegen jullie, tjus en dag lieverds.